Wat mag er nou wel en wat mag er niet? Op de eerste dag van de complete lockdown was het verwarring alom, vooral in de winkels. Winkeliers zochten de grenzen op en de politie, die wist het vaak ook niet. In de toespraak van premier Mark Rutte leek het gisteren nog zo duidelijk. Winkels die producten verkopen die je niet per se nodig hebt, die gaan dicht. Maar vandaag bleek dat het een stuk ingewikkelder is. Want wat doe je met winkels die brood verkopen, maar ook sokken, zoals de HEMA? Of wat doe je met een drogist die ook cd's van Bach verkoopt? In Schijndel is verslaggever Noël van Hooft. Ja, Noël, grote onduidelijkheid vanmorgen. Ook in Schijndel, wat gebeurde er daar? Ja, hier bij de HEMA verkochten ze vanmorgen gewoon nog lingerie. Maar bijvoorbeeld ook kantoorartikelen, keukenartikelen. Maar ook bijvoorbeeld telefoonaccessoires. Ja, en dat mag in deze lockdown niet. Maar ik nam een kijk hier in de HEMA in het warenhuis. En op dat moment kwam ook de politie binnen. Die hebben in samenspraak met de gemeente hebben ze toen ingegrepen. Alle gangpaden moesten afgesloten worden. En ze mochten alleen nog maar etenswaren en verzorgingsartikelen verkopen. Ja, ze mogen dus wel open blijven, maar met beperkingen. Nou, wie hier ook open mogen blijven, dat zijn de drogisterijen. De politie wilde ook bij de Kruidvat ingrijpen hier in Schijndel. Want daar verkopen ze bijvoorbeeld nog speelgoed en kerstartikelen. Maar dat zou dan weer wel mogen, omdat ze een drogisterij zijn. Ja, en dat terwijl de winkel ernaast, die dezelfde producten verkoopt, dicht moet blijven. Ja, en dat zorgt hier voor heel veel onduidelijkheid en verdeeldheid in het centrum. We mogen geen tijdschriften, geen wenskaarten verkopen, geen boeken. Dus ja, we staan ons redelijk te vervelen. Maar we zorgen wel ervoor dat de mensen dan toch hun pakjes kunnen versturen en afhalen. Wat vind je ervan? Want tegenover jou zit de Kruidvat. Die mag gewoon een spelletje verkopen, wat jij ook hebt. Ja. Die mag tijdschriften, die mag krasloten verkopen. Ja. Een supermarkt, die mag alles. Ja, nou, die hebben ook wel boeken liggen. Dus ja, het is ook een beetje oneerlijke concurrentie. En ja, omdat ze dan paracetamol verkopen, zet ik een rijtje paracetamol neer, mag ik dan ook alles verkopen. Dus ja, dat is gewoon heel krom. Ja, krom noemen ze het. En de politie wist het vanmorgen ook niet precies. Weten ze het nu inmiddels wel, Noël? Nee, er is nog altijd geen duidelijkheid. Wij hebben ook even een telefoontje gedaan naar de veiligheidsregio vanmorgen. Eigenlijk met een hele simpele vraag. Welke winkels mogen er nu open en wat mogen ze dan verkopen? Maar we hebben nog altijd geen reactie. Er is nog altijd geen duidelijkheid. Ja, en de HEMA hier in Schijndel, ja, die wist het ook niet meer. En daarom hebben ze de rest van de dag de deuren maar gesloten. Dankjewel, Noël van Hooft. In Tilburg is verslaggever Ilse Schoenmakers. Ilse, hoe stil is het in die stad? Ja, het is behoorlijk stil. En dat ligt niet aan het tijdstip. Het is eigenlijk al de hele dag zo stil. En de mensen die er wel zijn, die lopen niet met handen vol tasjes van de winkels. Maar lijken eigenlijk gewoon een wandelingetje door het centrum te maken. Opvallend is dat de lichten in de winkels wel aan zijn. En dat er ook veel werknemers aanwezig zijn. En zijn ze vooral bezig met opruimen, schoonmaken en de administratie. En dat is eigenlijk overal zo. Zo waren we vanochtend in Waalwijk. En ook daar was het uitgestorven. En het geeft echt een heel raar gevoel. Zo'n lege stad op een doordeweekse dag. Maar ja, het is wel een gevoel wat zo zal blijven, want waarschijnlijk, of ja, eigenlijk bijna zeker, blijven die winkels dus gesloten tot half januari. En dit is dus wel een beeld waar we aan moeten wennen. Dankjewel, Ilse Schoenmakers vanuit een uitgestorven centrum in Tilburg. Stilte in de Brabantse steden en dat is wennen. Iedereen moet wennen aan de meest vergaande lockdown die we tot nu toe beleefden. En als het niet is, een hele fijne keer. Ja, dankjewel. Hey, tot ziens. Hoi, hoi. Bijvoorbeeld deze bloemist in Drunen. Hij moet net als alle andere bloemisten de deuren sluiten. Maar buitenspullen verkopen, dat mag dan weer wel. Tot kerst om van alles af te komen. En dus is hij de komende week een soort afhaalbloemist. Dat was natuurlijk toch wel een dingetje. Het magazijn zit vol met kerstballen en andere kerstproducten die we gebruiken natuurlijk voor onze kerststukken. En ja, het is natuurlijk toch wel mooi dat we er nou van afkomen. Ja. Ook op Eindhoven Airport was het stil. Geen toeristen bespeuren. Wel een handjevol reizigers die wel moeten vliegen. Ik ga naar Italië toe. Ik sta op het punt om te verhuizen die kant op. Mijn vriend is Italiaans en het stond al een tijdje op de planning. Maar ja, vanwege corona is er van alles tussen gekomen. Dus vandaag is eindelijk de dag dat ik mag vertrekken om te verhuizen. Ik ben voor de sport onderweg. Dus een oud teamgenootje van mij die heeft me uitgenodigd om weer terug te komen trainen in Italië. Dus vandaar dat ik nu 3 dagen naar Italië ga. Wat voor sport doe je dan? Karting. Eind vorig jaar gestopt, na het wereldkampioenschap, om toch te focussen op de studie. Maar ja, op een gegeven moment, na 11 jaar tijd, dan blijft dat toch triggeren natuurlijk. En nu er bijna geen winkel meer open is, is het vertier ver te zoeken. En dus is de kans groot dat we weer met z'n allen naar het bos gaan. Frisse neus halen is fijn.
We zeggen wel, mijd drukke plekken en mijd drukke momenten. Dus als de parkeerpas vol staat, rijd door naar de volgende ingang en ga daar eens naartoe. Verras jezelf.